Hier moeten dan dit stukje de huisjes komen, 16 stuks. Nou, wij willen graag 16 tuinhuisjes plaatsen op onze grond. Dit is een stuk grond gelegen naast de N206. De tuinhuisjes zijn voor de jongeren die geen woning kunnen vinden. En eigenlijk ook voor de ouderen die kleiner willen wonen. Ook zullen er mensen bij zijn die, waarbij het eigenlijk gaat om de duurzaamheid. Dit blijft nog wel dat, moestuintje. Ja. We doen het ook eigenlijk echt voor Stompwijk om het hier leefbaar te houden. En we merken wel dat veel mensen wegtrekken. Jongeren die naar Zoetewoude gaan, Zoetermeer, om daar eigenlijk hun leven op te bouwen. En zonde. Dat is het rijtje wat eigenlijk nog een beetje bezwaar heeft op het project. Nou, het voornaamste zorg is dat het, als hier 16 huisjes komen te staan op dit kleine perceeltje, dan... We zijn eigenlijk bang dat dit een assortiment commune gaat worden of een klein Fort Oranje of iets dergelijks. Ja. Wij voorzien dat overlast met afval, er wordt een plek gemaakt of aangewezen in het plan waar de afval verzameld gaat worden. Wie gaat dit allemaal controleren? En daarbij komt, we zitten hier ook met bedrijven aan onze kant. Wij werken dag en nacht in de agrarische sector en dat veroorzaakt ook de nodige overlast andersom. En wij zijn ook bang dat daar weer klachten vandaan terugkomen. Iedere keer als je uit het raam kijkt en je ziet het mooie perceel groen, zeg maar nu, dan bedenk je dat evengoed 16 overburen kunnen gaan worden, zeg maar. Als we goedkeuring van de gemeente hebben, dan gaan we ook zeker nog met deze mensen in gesprek. Dus we zijn benieuwd wat zij erover te zeggen hebben.